Dag, dames en heren. Hallo, Feitje. Hou eens op, Thijs. Dag, Feitje. Hier zijn je voorgangers met een paar gouden tips. Jij bent toch ons nieuwste collegaatje? Collegaatje? Ja, we hebben ook een paar weken op Nederland 1 een talkshow gehad. Oh ja, de invalkrachten van Pauw en Witteman. Maar wij hebben het stokje inmiddels overgegeven aan onze gewaardeerde publieke omroepcollega's. Ik hoor Borrel praat ruimschoots boven de balken en de norm worden ingeschaald. Proef ik daar iets van jaloezie? Oh, nee. Jaloezie is des duivels oorkussen. Ledigheid. Jaloezie is des duivels ledigheid. Ledigheid is des duivels oorkussen. Nou, hoe dan ook, we willen je erg veel succes wensen. En vergeet je handen niet. Die zijn zo belangrijk bij een goed interview. Ja, er zijn heel veel doven in het land die bij het kijken naar Andries Knevel denken... ja, zijn mond heeft het over God. Maar zijn handen citeren het nieuwste boek van Helene van Rooyen. En nodig niet te veel vrouwen uit. Wij hebben onze vrouwelijke sidekicks en niet voor niks na 1 seizoen uitgeschopt. En na Vrouw zoekt paard en De tafel van 5... kunnen die voorlopig weer even terug naar de keuken. Je moet naar elke vraag moet je heel vies kijken. Voor mij werkt dat. Ja. En je moet met je collega andere vragen afspreken wie welke vraag stelt. Anders word je steeds... onderbroken. Ja. En dat zal in jouw geval wel meevallen, Feitje, want jij bent in je eentje. Maar... en verder moet je in elk geval elke gast ook vragen welke rol God speelt in zijn of haar beleving. Het zogenaamde aap uit de mouw moment. En je moet je gasten een beetje tegen elkaar opzetten, zodat ze elkaar in de haren vliegen. En dan leun je tevreden achterover. En dan maak je legendarische televisie. En wees niet te bang voor een uitgekoude gast. De zogenaamde afgelikte talkshow-boterham. Oh, ik heb Ab Oosterhaus. Oh, nou, dan hoeven we jou niks meer te leren. En voel je niet te goed voor een onvervalste publiekstrekker. Kijk, Un Gordon is natuurlijk een geperoxideerde antichrist... maar wel een kijkcijferknaller... die zonder na te denken overal zijn mening over geeft. Dus tel uit je winst. Nou, bedankt voor de tip. Vragen we die de volgende keer. Ik hoor het, Juno. We twitteren. Dank u wel.